In de komende week zullen er weer enkele repatriatievluchten uitgevoerd worden. Dit zei Danielle Feira, directeur Nationale Veiligheid, gisteren op de COVID-19 persconferentie. Ze zegt dat het goudbedrijf Newmont een helpende hand zal bieden om enkele Surinamers die gestrand zijn in Miami mee te nemen op hun chartervlucht van 6 juni. Verder zal er op 3 juni een commerciële SLM-vlucht uitgevoerd worden voor mensen die met SLM of Fly Always hebben gevlogen. 8 juni hebben wij een vlucht vanuit Europa, waarbij we dus denken dat SLM die vlucht uit gaat voeren. En 10 juni hebben wij weer een vlucht vanuit de regio SLM, dan wel Fly Always als daar mogelijkheid daartoe bestaat. En 12 juni hebben wij de KLM uit Europa. Voor wat betreft de mensen die moeten aansluiten vanuit India en andere gebieden, wees u gerust. Buitenlandse Zaken is op dit moment bezig om na te gaan hoe wij de aansluiting het best kunnen doen om u dus dan zo terug te brengen naar Suriname. Feira haalde verder aan dat er op 5 juni een KLM-vlucht naar Suriname komt die de volgende dag weer vertrekt. Ze benadrukt dat alleen medische of dringende gevallen op de vlucht van 6 juni mee kunnen. Buitenlandse Zaken heeft een aantal verzoeken gehad van personen die om medische dan wel dringende redenen dan wel naar het buitenland moeten gaan of moeten komen naar Suriname. Ze zijn dus nu bezig dat uit te werken. U hoeft niet te vragen om mee te gaan op die vlucht, omdat dat alleen maar is, zoals ik zei, voor super dringende gevallen. En Buitenlandse Zaken heeft de verzoeken al binnen gehad. Als u denkt dat er iets dringends van u aan de hand is, kunt u dat doorgeven aan Buitenlandse Zaken en dan zullen zij nagaan als u past in datgene wat we op dit moment dringend noemen. U begrijpt wanneer ik u nu zou zeggen, want die vraag kan komen, wat bedoelt u daarmee? Dan is een ieder dringend. Let wel, wij hebben uit Europa de repatriëringsvluchten, dan wel de vluchten waarbij SLM en ook KLM in die week hun mensen terug gaan brengen. Dat is dus dan 8 juni om 12 juni. Danielle Feira, directeur Nationale Veiligheid. De komende week worden er weer repatriatievluchten uitgevoerd vanuit verschillende landen.